Roy Gelmi, welkom bij deze mooie club. Stel jezelf eens even voor, wie is Roy Gelmi? Ja, ik ben Roy Gelmi, ik ben 24 jaar oud. Ik kom uit Zwitserland, ben in Zwitserland geboren. Ja. Vandaar dat je zo goed Nederlands spreekt ook, hè? Dat je in Zwitserland geboren bent? Ja, nee, natuurlijk niet, maar ik heb een Nederlandse moeder en we zijn ook op Nederlands opgevoerd worden. Daarom kan ik een beetje pad. Dus een Nederlandse moeder en een Zwitserse vader. Ja, ja. Exact. Kijk eens aan. Hey, wat ben jij voor voetballer, Roy? Ja, ik geloof ik ben zo'n beetje de tactische voetballer. Ik kan een spel heel goed lezen. En ik geloof ik ben voor een centrale verdediger wel vrij snel. Dat kan ik goed anticiperen, de situaties en... Nu kwam VVV Venlo bij jou uit. Waarom heb jij voor VVV Venlo gekozen? Ja, de situatie in Zwitserland is voor mij heel zwaar geworden. De club wou me eigenlijk niet meer in Zwitserland toen. Ze zijn ze hebben met mij gepraat en gezegd dat ik niet meer zoveel spelen kan. Daarom had ik de kans nu naar VVV te komen en ben heel blij mee dat ik nu hier ben. Heb je de Nederlandse Eredivisie, het voetbal daar altijd gevolgd? Ja, ik moet zeggen, niet zo als Zwitserse voetbal. Maar natuurlijk heb ik steeds naar Nederland gekeken en ook de Eredivisie vervolgd en ook de spel gezien. Ja. Hoe is het contact ontstaan met VVV? Dat ging alles heel snel. De eerste contact was donderdagavond. Daar heb ik gehoord van mijn manager dat het interesse hier is. En omdat om vrijdagavond de transferperiode dicht ging, moest dat heel snel gaan. Dus de hele verhandelingen en de contract, dat liep alles op vrijdag. Dus het is heel snel gegaan en nu ben ik al hier. Nu zit je hier in Venlo. Mm-hmm. Wat is je doelstelling bij deze club? Ja, ik wil natuurlijk spelen. En ik ben nu het eerste keer hier in Nederland en ik wil laten zien wat ik kan. En ik kijk er heel erg naar uit om hier te spelen en laten zien wat ik kan. En wat is je doelstelling als je het op de hele club betrekt? Dus met het team? Ja, we willen natuurlijk punten halen. En ik wil gewoon mijn beste geven met het team. Dat we hier iedere spel punten naar huis nemen kunnen. En in de Eredivisie blijven waarschijnlijk? Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Hey, op welke manier wil je die bereiken, die doelstelling? Ja, gewoon zo zijn als ik ben, zo spelen als ik doe en gewoon mijn beste voetbal hier laten zien. Nederlands elftal of Zwitsers elftal? Ja, dat is een vraag, hè. Nu, eigenlijk in Zwitserland heb ik steeds gezegd, eigenlijk het Zwitserse elftal, omdat ik gewoon in Zwitserland geboren ben en steeds in Zwitserland was. Maar nu dat ik hier ben en nu misschien ook hier mag spelen, is natuurlijk wel heel interessant om in de Nederlandse elftal te spelen. Eerst maar eens hier laten zien bij VVV Venlo. Exact. Heel veel succes. Dankjewel.